media. En in één keer werd hij dus vanuit het niets achterover getrokken en lag hij dus in zijn bureaustoel op de grond en keek hij dus naar boven en zag hij mannen met maskers. En toen zei hij van hij zei tegen mij van ja, ik dacht dat het een soort van de Russen waren of dat het een soort van overval was. En hij zei van ja, wie zijn jullie? Wat is dit? Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lammels en naast me zit strafpleiter IJssel Siemer. Welkom, IJssel. Hey, Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar IJssel bij betrokken is geweest. IJssel, uh, hoe handig ben jij met computers? Handig genoeg, ik red mezelf. Ja? Ja. Ik ben namelijk heel erg onhandig met computers. Ik kan echt helemaal niks met computers. Ik bedoel, als ik hier de printer, als ik iets moet uitprinten, dan, dan, dan kom ik in een totale oorlog met de printer terecht. Nou, daar kun je wel bij helpen. Oké, okay. en heb jij wel eens een cybercrimezaak gedaan? Zeker. En wat is daar zo bijzonder? Wat, wat, is, de, wat is kenmerkend voor zo'n zaak? Kenmerkend voor de zaak die ik heb gedaan is eigenlijk dat je cliënt. Het meeste weet van wat er in de zaak in het technische gedeelte omgaat, um, dan ik, dan de officier, dan de rechtbank. Wij lopen gevoelsmatig, dat is misschien mijn gevoel geweest, altijd een beetje achter op de feiten. Je cliënt is de grootste informatiebron. Okay. En soms heb ik het idee: ja, je, weet, je kan me alles wijsmaken, ik moet het allemaal gaan uitzoeken, die informatie <laughs> ja. duizelt je dan ook. Vervolgens, uh, maar gaat dat dan echt op het niveau van bits en bytes en terabytes en gigabytes? Nou ja, nu heb ik alle bits en bytes genoemd, maar ook uh, uh, servers en dat soort technische, technische termen. Uh, soms wel. Kijk, het gaat er uiteindelijk om uh, met, met cybercrime of computervredebreuk. Er wordt op een digitale wijze ingebroken in een bepaald systeem. Ja. En uh, dat doet men voor geld, voor, ja. van, voor heel veel verschillende redenen. En uh, de taal, de coderingstaal die daarbij hoort, ja, dat is niet mijn taal. Ik lees het niet, ik schrijf het niet, ik moet het wel begrijpen. Uh, maar ik, ik vind echt kenmerkend, de verdachten van dat soort zaken, die weten echt het allermeest. Ja, en we gaan het over zo'n verdachte hebben, namelijk over de 21-jarige Whiskit. Pijn van der S en hij stal door middel van digitale inbraken tientallen miljoenen gegevens van bedrijven. Uh, vervolgens spoorde hij de eigenaren van die bedrijven op om ze onder druk te zetten om grote geldbedragen naar hem over te maken. En dat lukte. Ook verhandelde hij enorme hoeveelheden data. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij er zo'n 2 miljoen euro mee hebben verdiend. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Tony Boersma uit Amsterdam. Welkom Tony. Dankjewel. Uh, ik zag dat jij naast advocaat ook ondernemer bent geweest. Ja, klopt. Ja, dat is een jaar geweest. Ik was uh, uh, zeven jaar advocaat en toen had een uh, goede vriend van mij die had een uh, idee voor een bedrijf. Uh, en die heeft mij daarover uh, benaderd. Uh, en ik ben toen een beetje bij mezelf te raden gaan. van de strafadvocatuur dat is natuurlijk heel niche. Hè? Je, kan, uh, je richt je heel erg op het strafrecht. En ja. wat je dan goed kan is het strafrecht. Ja. Ik had eigenlijk geen enkel idee van hoe een bedrijf eigenlijk in elkaar zit en uh, hoe de rest eigenlijk werkt. Ja. En toen is er een soort van vlammetje in mij is, uh, is aangegaan. Het ondernemersvlammetje. Precies, ja. En toen ben ik dat avontuur ben ik, uh, ben ik aangegaan. En ik heb een uh, jaar onbetaald uh, verlof uh, toen genomen. En toen yeah. uh, na dat jaar onbetaald verlof ben ik toch weer terug gegaan naar uh, de liefde van de stad. Ja. ja, want ik zag Groepa, een game changer die sporters direct met trainers verbindt. En is het, is het een, een da daarvan succes geworden of... Nou, we waren op de, op, de, op de goede weg, laat ik het ja. zo zeggen. Alleen uh, uiteindelijk zijn we wel gestopt. Dus het is, uh, het is uiteindelijk, kan je eerlijk over zijn, niet gegaan zoals we hoopten uh, nee. dat het zou gaan. Maar het is een ervaring die ik uh, erg koester waarvan ik nog steeds echt heel blij ben dat ik het heb gedaan. Ja, en nee, ik heb ook ooit mijn eigen zaak gehad, uh, Iza en, uh, en en Tony. Daar en daar werd meer gelachen dan winst gemaakt. <laughs> dus toen zijn we. Dat er ook uiteindelijk belangrijk. Uiteindelijk ja, ja. Zijn we er uiteindelijk ja. mee gestopt. Ja. Als strafrechtadvocaat kan je ook natuurlijk uh, ondernemen. Nee, klopt. Dat ben ik ook. Daarom? Ja. Dus nu ja. Uh, ja, toegetreden tot de maatschap. Dus dan uh, ja, ben je ook een soort van semi-ondernemer. Ja. Ja. We gaan naar uh, de zaak van Pepijn van der S. Uh, hoe kwam deze zaak bij jou terecht? Die is gekomen via de piketadvocaat. Dus hij is aangehouden en hij had geen, uh, geen advocaat, omdat hij ook nog nooit echt uh, met het strafrecht in aanraking was geweest. Hij was, was ook vrij jong natuurlijk. Heel jong, ja. Hij was 20 hij was toen, hij, toen hij werd aangehouden. Dus in detentie is hij 21 geworden. Um, en die piketadvocaat die had uh, geen affiniteit met dit soort uh, type delicten. En die uh, zag ook een beetje op tegen de omvang van de zaak. En die heeft toen uh, voor zichzelf gemeend: van ja, dit, ik ben niet de juiste persoon hiervoor. En die is toen op zoek gegaan naar een advocaat uh, nou ja, die daar wel zin in had, om het zo maar even te zeggen. En kwam toen via via bij mij uit. Ja, wat is zo'n zaak, is dat dan gewoon eigenlijk digitaal inbreken? Is dat nou hetzelfde als uh, echt inbreken? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Computervredebreuk hacken is uh, ja, eigenlijk hetzelfde, kan je het zien, als een inbraak. Dus uh, een inbraak, dan heb je het natuurlijk over een huis of een auto. Je slaat eruit in en je haalt er wat uit. Ja. Uh, en bij computervredebreuk is het ja, inbraak op een server. Dus je kan, die zou dat wel kunnen vergelijken. Alleen het is wat in, ingewikkelder en je moet natuurlijk wel uh, ja, een beetje van de hoed en de rand weten ten aanzien van weet je waar breekt men nou op in is dat nou kan dat op een website bijvoorbeeld of kan is moet je daar een server of een computernetwerk dan moet je het allemaal wel het onderscheid toe kennen. Ja, alleen de, het grote verschil is natuurlijk dat een inbraak in een woning of in een auto zichtbaar is, uh, dat het kan worden gezien door een agent die toevallig daar rondloopt, ja. door een getuige en uh, de computervredebreuk. Het inbreken digitaal, ja, dat is niet zichtbaar. Dat gebeurt van achter een computer. Met een cursor. Ja, en dat kan misschien bij grote bedrijven zichtbaar zijn, omdat ze zien, hé, hey, er, er wordt gepenetreerd in het systeem. Daar ja. moeten we bescherming tegen bieden. Maar je loopt, in ieder geval, de politie loopt wat dat betreft achter de feiten aan. Ja. ja. Hey, um, wat voor jongen trof jij aan in de in de voor, in de in de spreekkamer? Ja, een hele bijzondere jongen wel, want ik heb, die piketadvocaat die benaderde mij toen en toen dacht ik van ja, nou, ik zou die zaak wel willen overnemen, maar ik wil natuurlijk eerst met de klant zelf spreken. En toen heb ik uh, Pepijn bezocht en hij was toen net in bewaring gesteld door de rechtercommissaris, dus hij was net, uh, wat is het nou, laten we zeggen zes dagen was hij aangehouden. Maar hoe, hoe wa was hij onder de indruk van zijn aanhouding? Was, was dat met, met donderend geraas gepaard? Want ik, ik zou denken van ja, een hekkertje, dat, dat gaat vrij vrij vriendelijk van even klop op de deur, kom jij eens mee mannetje? Of nou, hoe is dat, dat gegaan? Ja, niet zo vriendelijk in dit geval. Uh, dat is op zich wel heel bijzonder gegaan, want hij zat uh, thuis. Hij woonde alleen. Uh, en hij zat achter zijn computer, dus op zijn computer. En in één keer werd hij dus vanuit het niets achterover getrokken. En lag hij dus in zijn bureaustoel op de grond. En keek hij dus naar boven en zag hij mannen met maskers. En toen zei hij van... Hij zei tegen mij van ja, ik dacht dat het een soort van de Russen waren... of dat het een soort van overval was... God. En hij zei van, ja, wie zijn jullie, wat is dit? En er werd dus ook niet kenbaar gemaakt dat politie was. Dus ze zeiden tegen hem, mond houden, mond houden. En toen op een gegeven moment kreeg hij een masker over zijn hoofd. En net voordat dat een masker... Zak. Ja, ja zo'n zwarte zak die de ja. arrestatieteams uh, over de hoofden trekken. En toen zag hij net ergens een embleem van de politie. Dus toen wist hij dat het politie was. Oh, gelukkig niet de Russen. Nee. nee. Ja, maar natuurlijk het beangstige in dit geval is... Kijk, als een arrestatieteam binnenkomt, is nooit leuk. Hè? Want dan gaat je deur eruit. Want die komen natuurlijk met dat verrassingselement... Alleen uh, wat politie en justitie wilden, die wilden dat die computer open was. Yeah. Ja, dus die hadden gewoon de belang erbij dat hij dus aan het computer was, terwijl ze dus binnenkwamen. En ze hebben dus niet aangeklopt, wat ze normaliter ook niet doen, maar ze hebben ook niet die deur eruit geblazen. Ze zijn dus heimelijk. Een soort ninja's. Ja, een soort ja. ninja's. Ja. Oh, ja. wauw. Ja. Hé, hey, en uh, nou ja, dus dat vertelde hij jou. Wat was het, wat was het voor een jongen? Euh, jonge ja, jongen, zei je? Een hele jonge jongen, dus uh, toen 20 jaar, maar uh, die zag er jonger uit, maar heel. Heel kwetsbaar. Dus, uh, wat bedoel, hoe bedoel je? Ja, hij mij, de, voor mij de oogcontact. En we zaten in zo'n klein spreekkamertje in de, in de gevangenis in Zaanstad. En er viel ergens een pen ergens op de gang, wat je normaal niet op zou aanslaan. Of uh, dat je niet eens zou horen. Daardoor schoot hij gelijk in een soort van schriktoestand. En ik kon wel heel normaal met hem praten. Een beetje over koekjes en kalfjes. En hoe ze verblijf daar was. Uh, maar niet over de feiten. Want als, elke keer als ik over het dossier begon, of als ik over de te lastiglegde feiten begon. Dan, nou ja, dan ging die anders zitten en dan ging hij met zijn arm over elkaar en dan ging die anders ademen en dan, dan stokte die echt. Dus hij was, psychisch, was hij, was hij niet in orde. Uh, en dat is er, uiteindelijk is dat er ook allemaal uitgekomen met verschillende onderzoeken door hadde, psychologen. Hadde, en hadde, hadde, want iemand die oogcontact vermijdt, daarvan denk ik uh, altijd, die heeft misschien een beetje autisme of zoiets. Ja, autisme is, uh, is uiteindelijk niet, uh, niet vastgesteld. Maar er is wel vastgesteld dat hij onder andere uh, PTSS had, dat hij een uh, dep ja, ja. depressieve stoornis had. Dus er is wel echt uh, nou ja, vastgesteld dat er wat nodig met hem aan de hand was. En hoe, hoe breek je dan het ijs met zo'n cliënt? Ik bedoel, ja, wel, de... ja, ik bedoel als je, je moet uiteindelijk toch dat dossier doorpraten. Ja, ja. ja, hoe langer je advocaat bent, hoe meer je dat ook uh, goed aanvoelt... Dus we hebben in het begin heel veel over die koetjes en kalfjes. En elke keer als ik daar kwam, ik heb ik hem echt heel veel uh, bezocht. Dan uh, nou, werden koetjes en kalfjes steeds wat minder. En probeer ik steeds meer inleiding te zoeken tot, uh, tot de bespreking. Dan ja, had je raakt van de, de feit. Meter. Ja, waar hebben we, jullie we, over, wel goed over praten? Ja, over echt eh, over van alles. Dus je hebt het dan gewoon over familie. Je hebt het over zijn over jeugd. Het, het hele. Ja, veel verhuisd geweest in zijn jeugd. En ik heb ook wat, nou ja, bij mij zijn ook wat, uh, wat dingen niet helemaal gegaan... Zoals het normaliter zou gaan als het ware. Dus daar hadden we wel wat raakvlakken in. Um, en wat ik in deze zaak ook heb gedaan, daar was ik wel heel blij mee dat uh, vanuit de PI Zaanstad dat dat goed beantwoord werd. Is dat ik, hij werd daar werd behandeld. Dus hij zat op een speciale afdeling, dat het PPC, dus het oh. Penitentiaire uh, Psychiatrie ja. Centrum. Ja. Sorry, ik nee, nee, zit al op een belletje ja. te rammen. Ja. Je beantwoordt hem al. Ja, ja. Maar, uh, hij is voor jou. Nee, nee ja. dat is dus in een, uh, dat is een penitentiair psychiatrisch centrum. Dus ja. mensen die uh, nou ja, mentale problemen hebben, uh, die moeten daar natuurlijk voor behandeld worden ja. in de PI. Weet je, dat, dat kan natuurlijk niet stilstaan op het moment dat je vast zou komen te zitten. En daar zijn speciale afdelingen voor. En daarvan had dus al een psycholoog uh, in het trajectconsultus, net voor de vordering bewaring uh, bij de rechtercommissaris. Had al gezegd dat hij op zijn afdeling geplaatst moet worden, moest worden. Dat is dus ook gebeurd. En toen heb ik uh, contact gezocht ook uh, uh, met die psycholoog. En ook mijn ervaringen gedeeld. Van, uh, zien jullie die ervaringen ook in de PI? van jullie hebben natuurlijk gesprekken met hem. En toen zei de, uh, de psycholoog van de PI, zijn eigenlijk precies hetzelfde. Dus hij zei van ja, we kunnen heel erg op de vlakte blijven met hem. Maar zodra we gaan praten over de feiten waarvoor hij hier zit, dan schiet hij in een soort van ja, paniek. Krijgt hij en hij krijgt van, hij heeft nachtmerries, herbelevingen. Dat lijkt me lastig, joh. Nou, met name het lastige was. Uh, omdat je natuurlijk met je processtrategie zit. En ik, heb, ik had natuurlijk dat dossier gelezen... van de stukken die wij tot dusver toen hadden. En ik had soms ook wel even iets met hem besproken. Maar wat in ieder geval duidelijk was... is dat, dat hij heel erg veel verantwoordelijkheid had. En hij zei van, ik heb fouten gemaakt... en ik wil zorgen dat het allemaal goed komt. En ik wil zorgen dat de mensen die benadeld zijn... de bedrijven die benaderd zijn... dat die ook hun gelden uh, terugkrijgen. En ik wil heel graag een verklaring afleggen. Um, want dat had hij nog niet gedaan toen dat, jij hem uh, nee, dat overnam. Had hij een, beetje, een beetje half had hij uh, dat gedaan. Dus had, bij de rechtercommissaris had hij iets verteld, en de politie iets, ver, uh, iets verteld. Maar het was allemaal niet consistent. Wat natuurlijk allemaal ook nou, best wel logisch is, als je kijkt naar de mentale toestand had die hij had op dat moment. Maar wij kwamen toen dus bij de rechtbank in het kader van de, van de raadkamers die er zijn geweest. En toen. Heb ik en heeft hij ook wel kenbaar gemaakt dat hij heel graag een, zijn verhaal wil vertellen. Ja. Alleen dat hij daar dus nog psychisch niet toe in staat was. Nou, en dat, dat leverde toen wel een probleem op. Omdat het onderzoek van het Oberste politie-dendert natuurlijk gewoon door. En op het moment dat je te maken hebt met een jonge verdachte. en met iemand die psychisch nou ja, niet helemaal in orde is. dan wil je ook gewoon zo snel mogelijk dat je die zaak soort van gaat afronden. Ja. Alleen ik wilde heel graag. Uh, dat hij zijn verklaring zou afleggen voordat het einddossier gereed was. Want op het moment dat het einddossier aan een advocaat wordt verstrekt, en de cliënt krijgt het dan natuurlijk ook, en als je daarna dan een verklaring aflegt, dan kan je het verwijt of argument krijgen van het Openbaar Ministerie, soms ook van de rechtbank. Van ja, het is allemaal leuk en aardig dat u nu een verklaring aflegt, maar u had het hele dossier al, dus u heeft uw verklaring kunnen afstemmen op de inhoud van het dossier. Ja, maar dat, heb ik, dat heb ik echt honderd keer al gehoord in de rechtbank. Ja, die dat ja. verwijt, ja. bekend verwijt. Eigenlijk moet je gewoon zeggen: als, als dat je strategie is, geef mij nog maar even geen dossier. Dat kan niet, maar dat zou uiteindelijk misschien nog het beste zijn ja. ook. Nou, dat is een grappig dat je dat zegt, want dat, in deze zaak is dat dus precies zo uh, gegaan. Ja. Oh. Dus we hebben toen verschillende keren met de, met de rechtbank, dus bij de raadkamers op de proforma, dat te kennen gegeven. Zeggen van hij is echt heel hard met zichzelf uh, aan de slag. En toen uiteindelijk toen, uh, kwam het soort van het groene licht van de psycholoog... en ook Pepijn die mij belde van... nou, ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben. Uh, en een dag later belde de politie mij en die zeiden: we zijn klaar, u krijgt het einddossier. En toen zei ik, nou ja, kun, kunnen even. we wachten? Want hij wil een verklaring afleggen. En toen hebben ze dus gewacht. En toen heeft hij dus echt een hele, hele uitgebreide verklaring afgelegd. Heeft hij jou verteld hoe hij... want hij kon dus uh, goed hacken. Hoe, hoe is hij daarin gerold? Ja, hij heeft mij alles verteld. Het is een hele bijzondere, begaafde jongen... Um, die in zijn jeugd niet heel goed mee kon komen um, zoals normale kinderen dat kunnen. Dus hij had niet uh, heel veel vriendjes, uh, hij had wat problemen uh, thuis. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij wat nou ja, omzwervingen heeft gehad... ook door de psychische problemen die hij toen al had. Uh, dus hij is verschillende keren verhuisd, hij is ook in de, in de jeugdzorg is hij, uh, is hij terechtgekomen... Um, en hij heeft eigenlijk zijn vlucht gezocht in computers. Dus hij is op zijn achtste, volgens mij, is die begonnen met het uh, spelen van spellen. Maar dan wel echt vrij obsessief spelen van spellen. Ja, ja maar ma ma gamen. Ja, en RuneScape van... oh, RuneScape, Ja, het. Voor, voor de game-liefhebbers Game ja, die ja. hier ja. luisteren. En toen heeft hij dus nou, vriendjes soort van online uh, ontmoet. En natuurlijk waar je natuurlijk in de klas zit en je verhuist, dan nou, neem je vriendjes uit de klas je natuurlijk niet mee. Maar als jij online allemaal vriendjes hebt, ja, die kun je natuurlijk overal mee naartoe nemen. Dus dat werd eigenlijk zijn, zijn netwerkje. Yeah. En dat is eigenlijk van, van gamen is dat uh, naar, naar hacken gegaan. En zo is het eigenlijk gekomen, ja. Oh, maar dan ah. nog hè, even, van ja. gamen naar hacken. Ja. Hoe, hoe Kijk, van gamen, dat snap ik, nou, dan, dan zit je achter die televisie of achter dat scherm uren en uren. Uh, maar op enig moment heb je een computer. Ja. Uh, en dan? Dan uh, komt er een bedrijf in beeld en dan denk je, ik ga op een bepaald, ja, zet mij achter die computer en ik kan niks hacken. Nee, hij wel. Ja, dat klopt. Ja. Wat ja, het is... ik ergens las, is dat hij via dat gamen eigenlijk heeft leren hacken. Dat is zo klopt, gegeven, ja, maar ja, dat hij, hij een vriendje heeft... tegenkwam online. En dat hij daarmee een die, dat, dat zo'n beetje is gegaan. Dat, ik weet niet waar ik dat las. Klopt, ze, ze, volgens mij zijn ze spelenderwijs begonnen met proberen het spel aan te passen. en de codering van het spel oh. aan te passen. En toen is het, uh, zijn ze een keer naar een website gaan kijken. En dat hebben ze toen ook gemeld. En toen naar een bedrijf. En zo is dat eigenlijk van kwaad tot erger gegaan. Ja. Um, maar het is wel, jij ja, hebt ook wel, het is echt, echt zo'n jongen met zo'n computerbrein. Weet ja. je, dus wij, ja, ook al zou ik het willen, zou ik niet kunnen. Ik kan het ook niet leren. Nee. Maar ja. Dat, ja je hebt mensen het... die doorzien het, hè? Precies. Die snappen ja. het gewoon. Dat is net ja. zoals met mensen met een wiskundig brein. die zien gewoon wat de, wat de uitkomst is van een som. Zonder dat ze daar een berekening voor hoeven maken. En wij zitten maar te ploeteren. Ja, Op een staartdeling. Ja, dat is een drama. Nee, <laughs> ook, ook dat. Dan ben ik journalist Maar worden. even vragen, Tony. Waar zijn die ouders? Ja, die nou, ouders... dat is wel echt inderdaad de vraag altijd. Hoe vaak hoor jij dat wel niet in de rechtbank of in mediaverslag? Waar zijn nou die ouders, ja? Ja, nou, best veel. En misschien is het ook alweer zo tuttig van mij dat ik dit vraag. Nee, nee, maar prima. maar nou, kijk, acht jaar oud, uh, van ja, maar gamen Ja, dat, dat, dat was gamen nog. En dan in zijn tienerjaren ja. is dat natuurlijk meer overgeslagen naar het hacken. Um, wat ik al zei, is dus veel verhuisd en ook dus in de jeugdzorg beland. En hij heeft gezegd, met name toen hij dus in een jeugdzorginstelling zat... toen is dat met name begonnen bij het hekken. Ja. Toen is hij daarna... Is hij, heeft hij ook wel weer bij een van zijn ouders gewoond. Maar je moet je natuurlijk wel voorstellen dat... Ja, weet ik veel. Als je kind uh, een keer een blow rookt op zijn kamer, wat ik ook niet mag, ja, dan ruik je het. Nee, maar klopt. Op, op het moment dat jij binnenkomt en die ouders die hebben geen verstand voor computers en ja, niemand die vraagt, zit daar hey, alles te doen. Bij maar... wat ben je aan het doen? Ja, speel aan het spelen. Ja, oké, okay, het zal wel. Ja, weet je wel. dat dus, is ook zo. dat was ook niet echt zichtbaar voor die ouders. Nee, ja. dat, dat is dat is waar. Maar ik, ik begreep ook dat hij zelfs zo goed in dat hacken was dat hij ook bedrijven is gaan helpen. Uh, ja, gaandeweg. White ja, hackers. dat is. Ja, ja white hat -hacker. ja. hackers en ja. black hat hackers ja nou, wat zijn dat dan ga ik even drukken ja ja nee white hat is uh, dat zijn dus de ethische hackers dus mensen die uh, hele community hè ja maar daar, hij behoorde toe tot die community ja. maar op een ja. gegeven moment ging hij naar de dark side nee dus het is dus andersom eigenlijk gegaan kijk dus hij is dus eerst gamen toen hacken en dat hacken is ook heel heel obsessief geweest en uiteindelijk hebben die rapporteurs ook vastgesteld van hij had verschillende trauma's nou is hij altijd voor weggelopen in zijn jeugd en als mensen trauma's hebben en ze verwerken dat niet, dan gaan mensen kopingsmechanismen ontwikkelen om te vluchten voor die trauma's. Ja. Zijn koping was obsessief kloten met die computer. Ja. Nou, gamen naar dat, naar dat hek uiteindelijk. Um, en toen, uit, uh, toen is hij. Dat hekken heeft in een periode van, van twee jaar plaatsgehad. En toen op een gegeven moment is hij aangenomen bij een cybersecurity uh, bedrijf. En toen is dat hekken gestopt. Dus toen zag je dat dus dat, dat obsessieve hacken, dus dat vluchten in dat hacken... werd vervangen in het vluchten in eigenlijk het ethisch hacken. En in dus dat laatste jaar voor zijn aanhouding... waar hij dus voor dat cybersecuritybedrijf werkte... daarvan is op de lastenlegging wat jullie hebben kunnen lezen in het vonnis, is eigenlijk helemaal niets gaat over die periode. Dus daaruit volgt ook echt daadwerkelijk... dus dat dat hacken daadwerkelijk is ingegeven... dus door dat obsessieve vluchten... Van die onverwerkte trauma's. Maar oh. dus toen hij werd aangehouden, zeg maar op die overdonderende manier door het AT. Ja. was hij eigenlijk al maanden of een jaar niet meer bezig geweest met hacken. Nee. Behalve dan bezig voor het cybersecuritybedrijf. bedrijf maar Hoe is de politie hem dan op het spoor gekomen als hij niet uh, actief bezig was met, uh, met dat hacken? De, het onderzoek is begonnen door. Daar heeft een bedrijf in begin 2021 heeft aangifte gedaan van diefstal van 7 miljoen persoonsgegevens van Nederlanders. Ja. Ja. Ja, toen, hebben ze gekeken, uh, toen hebben ze die aangifte eigenlijk in het uh, politiesysteem gezet. En toen zijn ze gaan kijken naar uh, aangiften met vergelijkbare modus operandi. Dus uh, er is een bepaalde tekst gebruikt om dat bedrijf uh, af te dreigen. En toen hebben ze gekeken, oké, okay, zien we die tekst terug in andere aangiften? Er zijn e-mailadressen gebruikt, zien we die uh, e-mailadressen bij andere aangiften? Er zijn bitcoin wallets zijn gebruikt, zien we die bitcoin wallets bij andere aangiften? En toen hebben ze dus. Uh, nou ja meerdere bedrijven gezien met een vergelijkbare modus operandi en toen dachten ze oké okay, dit is een, een, een persoon of een groep van personen toen is de politie door gaan zoeken is heel uitgebreid nou ja, goed onderzoek uiteindelijk geweest en toen hebben ze gezien dat op raid forums wat uh, nou ga ik gelijk bellen want raid forums ja raid forums dat is inmiddels uh, is dat uh, offline maar dat was een soort van uh, ja, dark web forum Waar um, uh, gestolen databases verhandeld werden, yeah. als het ware. Yeah. Nou, daar zagen zij: uh, de politie zag dat op een van die, uh, van die fora. Uh, dat zo'n um, dataset werd aangeboden. Te koop. Ja, te koop. En toen hebben we gezegd... oké, okay, nou ja, diegene die heeft dan kennelijk die dataset... dus als we achter de naam van diegene komen... misschien komen we dan herleidbaar terug... tot degene die het bedrijf geëkt heeft. Ja. Toen hebben ze kopieën gemaakt van die servers... van dat raid Forums, eerst in Duitsland en toen in Roemenië. En toen is de politie dus gaan grasduinen... in die um, uh, in, in beslag genomen servers. En toen hebben ze uiteindelijk... en dat is dus een menselijke fout van hem geweest... Toen hij dat account had aangemaakt, toen hij ergens na 15 of zo was, hebben ze dus um, gezien dat hij dus, uh, zijn e-mailadres pijn van de S.hulpmail.com oh, of zo had, oh, dus gebruikt. zo is hij ja, ja, tegen ja, de lamp gelopen. Ja, ja. Een beginnersfoutje. Ja, ja als 15 jaar. geleden ja, 15-jarige. Ja. 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 Um, want heel even voor de luisteraar. Die, want ik denk ja, datasets, waarom, waarom worden die te koop aangeboden? En wat moet je daar in naam mee? Is daar een idee over? Nee, het enige wat ik weet van, uh, uh, van Pepijn is dat uh, hij had heel veel van die databases uh, uh, op zijn computer yeah. En hoe, dat, uh, hoe die fora werken. Dus dat onder andere dat RAID Forums. En dat is toen offline gehaald. En later is dat overgegaan in Breach Forums. En dat is ook weer offline gehaald door de FBI, yeah. volgens mij. Dat um, hoe unieker soort van je database, hoe hoger je klassificering kwam op die fora. Dus dat je. Een soort van als een god werd gezien, om het zomaar even te zeggen... op het moment dat je van die unieke databases had. En dat was dus voor hem ook de aanleiding om dat te doen. Maar, Tony, deze databases zijn ook geld waard. Omdat je natuurlijk uh, hier, als je databases hebt... en je wil bijvoorbeeld uh, mensen bellen om met pinpasfraude van alles uit te hmm. halen... dan heb je natuurlijk gegevens nodig om die mensen te kunnen bellen... en die mensen te kunnen benaderen. En het is natuurlijk zo dat hoe meer gegevens je over iemand weet... hoe beter je bijvoorbeeld zo'n zo fraudegesprekje kan voeren. Dus daarom worden die, die, ja, die dingen, dingen verhandeld. verhandeld. Onder andere, klopt. Klopt. Ja, ja. Klopt. Ja. Maar eigenlijk zeg je dus... hij was daarmee bezig om een hogere ranking... als uh, hacker of iets te krijgen op die sites, op die voorraad. Ja, dat was dus voornamelijk dat, dat, uh, dat rate forums inderdaad. Maar wat wel belangrijk is om te benadrukken... is dat uh, er zijn natuurlijk ook bedrijven afgeperst... en afgedreigd door hem. Hij ja. heeft daar ook gewoon uh, geld voor ontvangen... Yeah. maar dat 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 volgt ook uit het dossier dat hij dat geld dus nooit heeft uitgegeven. Dus dat, 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 bij, ook bij zijn inbeslagname zijn geen dure horloges of auto's of weet ik voor dure kleren het maar. Dus al die knaken en bitcoins had hij gewoon nog. Nou, er is echt voor zeven uh, voor ton is er, uh, bitcoins zijn er in beslag genomen. En dat is natuurlijk een beetje zuur omdat je natuurlijk ook afhankelijk is van de, van de koers op, ja, dat, op dat moment. Het was nu meer geweest, begrijp ik. Ja, was nu veel meer geweest, ja. Ja, ja dus. Het uh, OM verkoopt het de dag na inbeslagname, gaat het naar de justitiewallet en dan wordt het gewoon. Is dat uh, zo met ja, wordt het omgezet in uh, met, met bitcoin, met ja, alles. Koersgeld van de dag in de Ja. 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 Uh, ja, nee, want ik, uh, ik, 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 ik ben ook bij die zaak geweest, daar gaan we het zo ook over hebben. Maar uh, de, de appjes die dan zo iemand kreeg, zo'n zo bedrijfseigenaar, die kreeg dan een appje. In de past few weeks we have obtained all the customer data from your company. Uh, and we already have several buyers, waarmee dus eigenlijk gezegd werd: van joh, wij kunnen dit wel voor je oplossen. Maar. Weet je, we hebben geïnteresseerden die het willen kopen. Als jij ons betaalt, dan gaan wij die gegevens van jouw bedrijf niet. Uh, te koop zetten. En uh, ja, dat was echt wel serieus geld. wat er dan uh, overgemaakt moest worden. bij een van de bedrijven moest drie ton aan bitcoin uh, worden opgeroest. En dat, nou ja, vervolgens ging, hoe ging die onderhandelingen dan vervolgens? Ja, die, on ja, die onderhandelingen. gingen dan. het uh, ene moment via WhatsApp. de andere ja. momenten over. Uh, beveiligde. Uh, beveiligde mails. Ja. Uh, sommige bedrijven, de meeste. 9 op de 10, dat heeft hij ook gezegd. die, re die reageerden niet. Dus als er dan zo'n. zo'n dataset. soort van werd gedownload. dan kreeg zo'n bedrijf. kreeg dan een mail. En dan negen van de tien reageert niet. Maar dan de bedrijven die wel reageerden, vond dan iets van onderhandeling plaats. En dan nou, zetten ze op bedrag X, uh, werd er dan bijvoorbeeld ingezet. Maar volgens mij ook ergens een van de zaakstossiers. Dan werd dan drie ton gevraagd, werd uiteindelijk 2000 betaald. 2000 ja, euro. Ja. ja. Oké, okay, dus er ja. was veel, veel onderhandelingsruimte. Veel onderhandelingsruimte. Ja. Hey, en als bedrijven dan niet reageerden, werden die, werden dan, werd dan het dreigement ook waargemaakt? Werd dan die gegevens ook gewoon op zo'n forum uh, te koop aangeboden? Ja, dat is, dat is gebeurd. Ja, ja, ja. Maar dan. dan in het ene geval werden, uh, die, uh, werden die datasets dan niet verkocht. In het andere geval zie je ook dat er vervolgens helemaal niks mee gebeurde. Heeft hij jou verteld waarom hij dat nou deed? Want kijk, data jatten is één ding. Maar wat deze zaak natuurlijk echt heel lelijk maakt, is dat afpersen. Ja, dat maakt het natuurlijk. Uh, 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 toch, uh, ICE, ik kijk ook even naar jou. Het juridische, het juridische verschil tussen iets stelen, dat mag niet. Maar afpersen, is afpersen meer strafbaar dan stelen? Of. Ja, yes, ja, het is een, een strafverzwarend element. Diefstal is het gronddelict. En uh, afpersen door, nou ja, door iemand te zeggen: Of ik doe dit. En je moet gewoon nu met, met, met geld over de brug komen. Ja, dat is zwaarder. Uh, en het nare is, maar achteraf denk ik dan ook: Het is ook gewoon een 21-jarig jochie wat in de war is en misschien. Nou ja, als je zo goed bent in de hek, dan weet je dat je die moet doen, denk ik. Ja, wel, maar ook wel toch weer hier het onderscheid. Ik, op het moment dat je een strafbaar feit pleegt, en bijvoorbeeld ik, geef jou nu een klap, weet je dan? Zie ik het verdriet in je gezicht, ik zie de blauwe plek, nee, maar, maar heel even dom we voorbeeld ook. even he? terug, hè? Nee, 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 ja, nee, dat, dat is, is goed, nee, maar, nee, ja. nee, maar je snapt ook, bedoel, ik snap weet je, je dan, bedoelt, dan, 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 dan zie je dat, en dan ja. ervaar je dat, en dan voel je dat. Maar deze, hij zit achter zijn scherm, weet je, ja. dus, gewoon, je hebt niet het gevoel, en dat heeft hij ook zo verklaard, dat daar echt daadwerkelijk mensen achter zitten. Iets anders, hè, uh, wat mij dan uh, bezighoudt, is Pijn die zit daar, die die doet wat hij doet: hacken, afdreigen, noem maar op. De bitcoins in zijn eigen wallet worden steeds meer. Schept hij hierover op? Doet hij dit alleen tegen wie zegt hij dat? Ja, niet tegen de mensen om zich heen. In ieder geval, houdt dus hij dat... dat helemaal verborgen. Nou ja, op dat op dat rate voor ons, dus niet. Want daar is natuurlijk de de, de gebruikersnaam die je had, dus de nickname, ja. had een hele hoge klassificering. Dus daarvan was wel duidelijk was het een beetje een okay, coole nickname, Rect. Volgens mij is dat een oh. overgaan in slut ook. Oh. Nog. Dat, ja. <laughs> ja. Nou ja, maar het zijn er verschillende, zijn er verschillende geweest. Maar ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Um, hij heeft een verklaring afgelegd uiteindelijk. Ja. In de aanloop naar het strafproces. Wat heeft hij gezegd? Hij heeft echt van de hoed tot de rand heeft hij verklaard. Hij heeft gewoon echt alles verteld. En uh, hij is totaal uh, leeggelopen. En daar was helemaal niks voor nodig. Want dat, dat wilde hij zelf ook heel graag. Hij wilde ook gewoon heel graag schoon schip maken. Ja. Uh, en uh, ja, de politie heeft geen vragen hoeven stellen. Die had ze natuurlijk uiteindelijk wel. Maar die, dat haar he, heeft echt, echt een hele volle dag geduurd. En er werd niet eens mee getypt, moet je je voorstellen. Maar wel en, opgenomen in Ja, natuurlijk, nee, tuurlijk. tuurlijk ja. Maar, en ja. was dat de eerste keer dat hij echt verklaarde van ik heb het zo gedaan, ik ja. heb dit gedaan? Ja, ook over geld? Ging dat toen ook over geld? Want afhankelijk ja. zag ik dat er uh, 2,5 miljoen euro uh, dat hij buit zou hebben gemaakt. Uh, 3 miljoen zelfs. Eigenlijk. 3 miljoen. Ja. En, en hoe zat dat? Klopte dat allemaal? Nee, dat klopt uiteindelijk niet. Want hij, de, de politie en de OM hadden uiteindelijk een berekening gemaakt dat hij 3 miljoen euro zou hebben witgewassen. En die berekening was als volgt. Ze hebben gewoon gekeken naar die bitcoin wallets die hij had, dus die bitcoin portemonnees. En daarin zagen ze gewoon 3 miljoen binnenkomen. Ze hebben gekeken naar alle inkomende transacties en die gewoon bij elkaar opgeteld. Ze zeggen nou, dat is drie miljoen. Daarvan is een splitsing gemaakt. Zeg eens ze, ja, 1 miljoen is herleidbaar tot uh, bijvoorbeeld feiten die jij hebt gepleegd. En dat is natuurlijk het, het mooie van Bitcoin. Het is natuurlijk allemaal door die blockchain herleidbaar waar het vandaan komt. Ja. Alleen ten aanzien van 2 miljoen is het voor ons uh, niet herleidbaar. Uh, en daarvan heeft hij gezegd ja, die berekening van 2 miljoen klopt niet. Want wat ik deed, ik kreeg geld binnen, de Bitcoins binnen. Maar die stuurde ik vervolgens naar een Bitcoin Mixer. Oh god. Ja. De, die Bitcoin-mixer... Is... Ja, wat doet een Bitcoin-mixer? Het gaat over blockchain-Bitcoin-mixers. Ja. ja, goed. Ja. Uh, nou ja, wat ik dus al zei, dus Bitcoin, het mooie daarvan is dat het herleidbaar is. Dus als jij het in je portemonnee krijgt, kan je zien waar het vandaan komt. Ja. Dus als het betaald is door een bedrijf dat is afgeperst, nou, dan is het herleidbaar dat een bedrijf dat betaald heeft. Dan weet ja. je dat het, nou ja, zwart geld is. Zwarte ja. Bitcoin is, om ja. het zomaar te zeggen. Maar dat wil je natuurlijk niet. En als je dat geld wil uitgeven, een probleem, het is allemaal herleidbaar. Dan weten mensen dat jij dus dat zwarte geld ja. voor handen hebt gehad en gebruikt uh, daarvoor had je uh, een Bitcoin mixer, of althans de Bitcoin mixer die hij heeft gebruikt, die is nu ook offline. Maar daar stuurde je dus Bitcoin naartoe. Dus stel 5 Bitcoin a 250.000 euro. En wat er dan vervolgens gebeurde, dan ging dat, dat ding ging dat dan mixen. En dat kwam dan allemaal in kleine batches kwam dat terug. Dus dan kreeg je bijvoorbeeld een betaling van 12.000, een betaling van 50.000, betaling van 20.000. Uh, en dat kwam dan niet helemaal overeen met het bedrag van 250.000 euro, omdat er natuurlijk ook nog commissie moest worden betaald aan die Bitcoin-mixer. Ja. Alleen wat Toem en politie hadden gedaan, die hadden gewoon ook al die inkomende transacties van die Bitcoin. Ah. Dus daar was sprake van dubbelingen. En dat heeft hij uitgelegd toen bij de politie. Die heeft toen gezegd van, luister, dat uh, uh, wat uit onherleidbare bron is, die berekening van 2 miljoen, die klopt niet. Mm -hmm. Die miljoen, dat, uh, die klopt in ieder geval. En naar aanleiding daarvan is het OM en politie zijn nader onderzoek gaan doen. Nou, toen kregen we volgens mij een maand voor de inhoudelijke uh, zitting... kregen we dus een uh, uh, nader onderzoekspv over dus dat wit was, hoe dat dan zat. Nou, dat heb ik natuurlijk met hem doorgenomen. Toen zei hij, ja, het, het klopt nog steeds niet. Oh. Toen zei ik, ja, oké, okay, nou, dan, da, dan moeten we wat mee. En, maar jij bent, waar, waar jij begon met de inleiding van... ja, dat, kijk, ik kan tot ja. op bepaalde hoogte kan ik met hem meegaan... Alleen, uh, het is natuurlijk van belang dat de politie dat onderzoek kan doen. Dus wat ja. heb jij nodig? Ik nou, ja. zei: Ik heb een computer nodig. Ik heb uh, toegang tot Excel nodig. Ik heb uh, toegang tot alle rauwe gegevens, als het ware, van die bitcoin-adressen. Uh, en dan kan ik dat zelf gaan uitrekenen. Nou, toen heb ik het verzoek gedaan aan Toem. Van, heb je gekregen? Ja, heb ik mocht gekregen? het? Nou, ja. dat vind ik heel ja. bijzonder. Ja, ja. Oh, maar dan zijn ze, is het OM ook wel vrij schappelijk geweest. Nee, maar deze. het OM is sowieso heel schappelijk geweest in deze zaak. Ook de politie. Dat is echt, want hij bijvoorbeeld in een van die verhoren. de eerste verhoren die hij heeft gehad, waar ik dan bij was toen hij nog niet kon vertellen. Uh, omdat hij dus nog ja, psychisch niet oké okay was. Naar aanleiding van dat verhoor had hij herbelevingen en toen wij, dus ik heb het gesprek al met de politie Oké, okay, hij kan nu wel verklaren maar wel het verzoek kan het op een ander bureau omdat hij nog steeds traumatische ervaring heeft van dat voorgevoer. dat is toen allemaal geregeld oh, wow. ja dus dat is wel nee is heel netjes hij mocht dus nog wel gewoon in de buurt van een computer komen want ik dacht altijd dat hackers dat dat Yo, als jij in de buurt komt, mocht hij gewoon computers nog. Uh, mocht hij daarmee uh, zeg maar? Nou, uiteindelijk dus wel in dit verhoor. Maar hoe dat is gegaan uh, direct na zijn aanhouding. is. Hij zat in beperkingen. Nou, volgens mij, dat hebben jullie het vaker over gehad ja, we... in de uitzending. Dus je mag geen contact hebben met de buitenwereld. Dus je mag geen familie bellen. Uh, je mag geen uh, nieuws volgen en dat soort dingen. En je mag ook niet. Je wordt afgezonderd in dat PPC. Dus je mag geen contact met medegedetineer. Dat zijn de standaardbeperkingen. Pepijn die had er één extra. Namelijk, hij mocht op geen enkele manier een of ander communicatiemiddel in handen hebben wat toegang had tot het internet. Uh, wat er toen vervolgens is gebeurd, is dat ik op enig moment door hem werd gebeld. En ik, ik werd heel vaak door hem gebeld. En dan belde die van. Ja, ik, uh, ik zit in beperkingen, maar ik kwam toch een medegedetineerde tegen op de gang. En dat ging hij dan gelijk melden bij de veiligheid. Hij ging veiliging. rapporteren bij jou, ja, dat, ja, ging dat hij rapporteren niet goed bij mij. gaat. Ja, ik ja. nou ja, Pepijn, super, uh, <laughs> dankjewel. En uh, nou, op een gegeven moment kwam dat zoveel voor. Ik zei, ja, nu is het... Uh, Kappen ik, met bellen. Ik geloof ja. het wel. Ja. Um, maar goed, wat er toen is gebeurd... Ik kreeg op een gegeven moment een procesverbaal van, de, uh, van het Omar-ministerie. En daar zat een PV in. En dat PV was genaamd Pepijn Hect PI Bestelconsul. Sorry? Pepijn, hekt, PI, dus penitentiaire inrichting bestelconsole. Wat is dat? Ja, het boodschappenapparaat. Het boodschappenapparaat, Want jij weet wat dat is. Nou. Ja, het is een, uh, een iPad of een tablet uh, en daar doen gedetineerden hun boodschappen op. Dus je Zakjes, moet gewoon zo zien: bokkels en uh, MM's. En uh, kip. nou, het is vaak uh, blikjes tonijn, bapaus en uh, noedelsoep ah, ja. en dat Droog soort werk in de kaart. Ja, ja. Uh, maar ik dacht, ja, wat Hij is dat? had dat ding gehackt? Nou ja, dat dat stond in dat PV. Maar ik dacht van ja, wat zullen we nou krijgen? Omdat ik natuurlijk uh, in de, de discussie met de rechtbank zat van ja, kijk, hij wil heel graag verklaren. Ja. Yeah. Um, maar hij kan niet verklaren door zijn mentale toestand. En dan krijg je in één keer dit PV van hij heeft diezelfde I. Ja. Dan denk je, ja, weet je, dan denk ik zo recht, maar ik word er nou voor de gek gehouden. Ja, Natuurlijk. Nou? Ja, ja, dus ik, ik, ik dacht, ik heb grote twijfels sowieso bij, dat, uh, bij de inhoud van dat PV. Nou, toen heb ik contact opgenomen met Pepijn. Ik zei, Pepijn... Ja, wat, wat ben me... je nou weer aan het doen, jongen? Ja, nou ja, wat me nou gebeurt? Nou, toen heb ik het hem voorgehouden. Toen heeft hij gezegd, ja, dit slaat echt helemaal nergens op. Dit is echt totaal anders gegaan. Toen heb ik gevraagd, nou, hoe is het gegaan? Hij zei: Ik zat in mijn cel. Toen kwam de bewaker en die kwam met die bestelconsul. En die zei: Je moet boodschappen bestellen. Toen heb Pijn dus gezegd: Ja, maar dat mag niet, want ik mag niet op zo'n ding zitten waar het wat mogelijk uh, met internet in contact komt. Nou, toen zei die man: Ja, je moet toch boodschappen bestellen? Ja, ik sta ernaast, Weet je, ik blijf er wel naast staan. Hier is dat ding. Kijk eerst maar even of je er iets anders mee kan dan boodschappen bestellen. Oh, die dus, zei gewoon, kijk maar ja, even, dus, probeer het maar uit. Precies, en dat de dus, pijn, heb ik zo gevonden. Nee, piep, piep, piep. Dus die was zo uit die interface <laughs> van dat ding. <laughs> nou, dus die waker zei van, oké, okay, nou, oh, interessant. Ik ga het afdelingshoofd gaan halen. Nou, afdelingshoofd erbij gehaald. Maar en, niet uh, alle deuren in de PI schoven. Nee, gelijk, dat open. niet. Okay. Nee. En dus ja. de, de, de psycholoog er ook bij. En toen heeft hij dus uh, voor de psycholoog en de afdelingshoofd dit dus laten zien wat ja. hij kon... Nou, het afdelingshoofd, de psycholoog, zei: Oh, wat, wat, wat fijn, dankjewel. Uh, je bent een soort klokkenluider, want deze beperking die is ook nieuw voor ons. Dus we zijn heel fijn dat je ons. Hij was nieuw... gewoon gelijk aan het ethisch hekken geslagen. Precies. Opgepakt. En dus, ja, uiteindelijk is dat handen. verkeerd doorgecommuniceerd aan, uh, aan, uh, aan de politie. Ja. En daar, dat is dus helemaal verkeerd uitgelegd. Ja. En dat is, uiteindelijk is dat rechtgezet, gelukkig. We gaan naar de rechtszaak. Ja. Uh, want ik was, uh, Ise, ik was er die dag. Bij de, maar, de zitting? Ja. Uh, want ik zou eigenlijk helemaal niet gaan. Er was een andere zaak die, le die leek mij uh, ook boeiend. En ik kom uh, de rechtbank in Amsterdam binnengewandeld. En nou, Tony, het zag zwart van de mensen. Ja, dat het was is... niet normaal. IJs uh, ja. uh, heeft natuurlijk de zaak uh, Peter de Vries. Daar is het druk. Het was hier echt drukker. Ik heb nog ja. nooit zoveel mensen bij een strafzaak gezien. Nee, het was ook in zaal A1, dus een soort ja. van centercourt van de, van de rechtbank Amsterdam. Ja, ik weet niet hoeveel mensen daarin... Dat zeg je wel mooi, centercourt, centercourt. van de rechtbank ja. Amsterdam. Ik denk dat ze die, als ze dit horen, ook wel gaan pikken. Maar ik, uh, ik weet niet hoeveel mensen daarin kunnen, maar het, het er, elke plek was bezet. Ja. Ja, elke... Maar met die We waren des? er allemaal. Uh, heel veel mensen dus uit de community. Dus veel, oh. Ja, dus nee, niet. Maar er dus ook gewoon mensen die dus voor dat beveiligingsbedrijf werkten. En ook mensen die voor een stichting werkten. Veel waar, politie ook. Heel veel politie. Ja. ja. Dus, dit was het grootste cybercrime onderzoek van de politie tot, uh, tot dusver. Dus er waren heel, heel veel geïnteresseerden. Ja. Ja. En wat wel mooi was, is dat uh, vanuit dus dat bedrijf en vanuit dus, nou, de ethische hekwereld waar Pepijn in zat, dat hij nog steeds heel erg gesteund werd. Dus die mensen er ook allemaal echt voor hem waren. Ja. ja. En ik zag, dat was wel grappig, want ik zag jou van tevoren. We hadden dus gewoon even een praatje, praatje pot. Ja, wat kom jij hier? Zei, ja, jij oh. zei, ja, wat is dit voor een zaak? En toen zei ik, nou, het is een cybercrime ja, zei hij, ja, Ik zei: ja, ik kom voor iets anders. Uh, uh, succes. En toen, na een half uur, keek ik achterom. En toen zat je dus achter nou, mij. Ja, het was ook, ik sprak ook een voorlichter die zei. Ga je, uh, voorlichter van het uh, OM Amsterdam. En die keek me heel lang aan. en Die zei. Ga je naar een andere zaak dan deze? En toen dacht ik. Hmm. Ik, blijf hij, toch maar was, even. ik blijf toch maar even. Dus dat is ook een beetje op zijn konto uh, te schrijven. Maar het was, het was wel een, een bijzondere uh, zitting. Kijk, en we lachen er natuurlijk nu ook af en toe een beetje om, omdat het hekken is. En, uh, hè. Maar ik sprak ook uh, rondom die uh, zaak, sprak ik een, de eigenaar van een van die bedrijven die, uh, die het slachtoffer was geworden. van. En die dus uh, geld heeft afgegeven. Nou, wat diegene met name uh, tegen mij uh, zei, is van ja, ik, ik heb. Uh, enorm veel stress hiervan gehad. van het feit dat ik een datalek had. Ja. Want dat doet iets met de betrouwbaarheid van mijn bedrijf. Uh, en, 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 ik, en, en, en daarbij word ik onder druk gezet. Dus het heeft voor hem persoonlijk had het wel echt heel veel gedaan. En to, want eerst ja, zeg maar zo. Ik denk dat veel luisteraars er nu ook zo een beetje naar luisteren. van goh, wat een, wat een spannend eigenlijk een soort jongensboekverhaal klinkt het ook wel een beetje. Maar die slachtoffers die waren echt wel, die waren ik, die man die ik sprak die was echt zeer aangedaan. En die heeft ook een slachtofferverklaring voorgelezen ja. in die zaak. En wanneer mag je nou een slachtofferverklaring voorlezen? Mag dat in elke zaak? Nee, dat nee. mag niet in elke zaak. De zaak moet van een bepaald gewicht zijn. Ja. Uh, wil dat kunnen? En volgens mij, maar hou me de goede, is de grens bij een feit. Of, ja. of uitgezonderde specifieke artikelen. Top. Ja. Het ja, is dus in, in de regel acht jaar, maar daar ja. zijn er zijn nog wat artikelen die Doe onder wij. de acht uitkomen. Ja. En daar, daarbij mag het dan ook. Ja, ja. Uh, die slachtofferverklaring, nou, dat, dat hing eigenlijk al een beetje in de lucht, hè, zo rondom die zitting. De, ja. uh, 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 wat vond jij daarvan? Um, laat ik het zo zeggen, het, 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 het was een vrij heftige verklaring. ja uh, Want hij was uh, heel direct naar, uh, Pepijn, ook. naar Pepijn, heel ja. persoonlijk en uh, heel hard... Maar ik snap het wel, hè? want wat jij net zegt, van wat die meneer ook beschreef, is van, ja, weet je, je denkt dat je, dat je hele bedrijf naar de Filistijnen gaat, je denkt dat Werknemers, je medewerkers moet ja. ontslaan, je hebt, je hebt stress. Slapeloze dus, nachten, vertelde die meneer ja, mij. Dus wat hij wat vertelde was ook wel echt uh, invoelbaar. En ik zag ook wel aan Pepijn uh, dat het hem ook wel echt, uh, echt raakte. Yeah. Maar wat op zich wel mooi was, want die slachtofferverklaring is, zo'n inhoudelijke behandeling is, je spreekt eigenlijk eerst over de feiten, dan over de vordering uh, benadeelde partij, dan ja. de, de slachtofferverklaring, soms komt die eerst en dan de vordering van partij. en daarna pas over de persoonlijke omstandigheden. Ja. En in die slachtofferverklaring gaf die uh, meneer van ja, weet je, op papijn zit een soort van façade op te houden en ik uh, geloof er helemaal niks van. Je hebt ja. een duiveltje op je schouder, et cetera. Alleen direct na die slachtofferverklaring gingen we de persoonlijke omstandigheden om bespreken. Ja, nou, en toen ging de rechtbank dus door zijn jeugd heen, maar dus ook door alle psychologische rapporten die er waren en daardoor. Um, ja, ja, krijg je toch wel een beetje medelijden. En heeft iedereen direct door van... ja, er is toch wel iets met die jongen aan de hand... waardoor dit feit heeft plaatsgehad. En het mooie was dat toen was het pauze daarna. En daarna kwam dus requisitoor en pleidooi. Maar toen in die pauze is die meneer naar me toegekomen. En die heeft toen gezegd... ja, ik heb Pepijn net horen zeggen... dat hij graag met alle benaderen in gesprek wil. Ik sta daarvoor open. Ik zei, nou, uh, aardig van u dat u dat zegt. Ik ga dat doorgeven aan Pepijn. Maar het lijkt me het meest raadzaam dat we dat doen... op het moment dat die zaak helemaal is, is afgerond. En daarnaast zei hij van, ja, als ik zijn persoonlijke omstandigheden had geweten, dan had ik, denk ja. ik, me anders uitgedrukt. En als dat vond mailder. ik wel, ja, dat vond ik heel genoeg. bijzonder ja, dat, die dat, uh, dat die man dat, zei. En tot slot op dit punt is dat zij onlangs een gesprek hebben gehad in de PI samen. Oh. Dus dat, ja, de zaak is natuurlijk onderroepelijk klaar. En toen heb ik gemaild met die meneer van, uh, u heeft mij dat toen gezegd. En Pepijn staat daarvoor open. Zou u willen, dan uh, kan hij u op de bezoeklijst zetten. En dan heeft hij gedaan. En dat Vanuit was een in het gesprek. Dat was een goed gesprek, heb ik gehoord. Ja. Hey, um, wat, ik, wat ik vond, en dat vind ik altijd uh, prettig aan strafzaken waar ik dan bij zit. Ja, ik zit op de achterbank uh, en ik moet mijn mond houden in zo'n zittingzaal. Maar uh, is, we hadden hier te maken, en dat wat maakte deze zaak wel mooi, is als een verdachte gewoon zijn versie vertelt. Uh, en de rechter, dat was Paul Waarts, de, de voorzitter, de, was Paul ja. waarts. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat er een soort. Er was een, er was een gesprek. Ja. En dat was eigenlijk wel, wel mooi om te zien, vond ik. Want ja. er was, was echt wel een soort van nou, communicatie. En meestal zitten we natuurlijk bij zaken waar we, met zwijgende, zwijgende verdachten. Verdachte. Althans, ik. Uh, maar dit was. Uh, 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 Hoe uh, had jij je cliënt daarop geïnstrueerd? Van ga met die rechtbank in gesprek. Ja, ik had hem van tevoren in ieder geval wel goed uh, geïnformeerd. Dan uh, laat ze alsjeblieft wel de vraag stellen. Hè? Want hij heeft altijd heel erg. Als ik dan begon met een vraag en ik had drie uh, woorden uit mijn mond, dan begon hij al met een antwoord, terwijl ik er helemaal niet naartoe wilde. Ja. Dus luister wel heel goed naar de vraag en geef gewoon antwoord vervolgens op de vraag. En dat heeft hij uh, nou ja, uiteindelijk heel goed gedaan. En ook hij was heel blij met de rechtbank. En ik vond het ook wel heel. Uh, nou, de rechtbank was heel respectvol. want ze waren, Enerzijds waren ze echt. Maar ze waren ook wel streng. Echt heel kritisch. Maar dat ja. wat, wat ook past in, in zo'n zaak. Maar anderzijds merkte hij ook heel erg dat ze heel erg veel oog hadden voor de persoon van de verdachte en ook wat hij al dan niet aan zou kunnen ja. en dat dat maar ook hij wel had echt... gewoon geen makkelijke jeugd gehad zonder in hele diepe details te treden daarover maar hij had gewoon er kwam gewoon naar voren dat hij een moeilijke jeugd ja, had maar gehad. ook gewoon nog mentale gewoon echt ja. problemen maar ja. zijn familie zat er was, was gewoon uh, die waren in de zittingzaal ja zeker dus hij had... want hij had wel contact met zijn familie zeker zeker ah, Oké. Okay. ja ja, ja. Um, het Openbaar Ministerie die kwamen met een eis die eis uh, was zes jaar gevangenis. Ja, straf. Ja, ja, ja En dat vond ik. Uh, ik was van tevoren een beetje bang dat, uh, gelet op de omvang van deze zaak, dat zij dus pepijn um, zouden gebruiken als voorbeeld hè, naar, dus, naar de hack gemeente toe van ja of de hack community toe van luister je op het moment dat je hacker bent weet je al dit soort dingen kan je boven je hoofd hangen. Mm -hmm. um, en toen ze begonnen met de inleiding, toen voelde ik ook een beetje dat mijn angst bevestigd werd. Want toen werd dus in algemene bewoordingen, werd dus de hack community toegesproken van de politie zal het altijd winnen en we komen je altijd voor je back lichten. Ja. Dat soort dingen. Maar daar was ik niet zo blij mee in deze zaak. Omdat uh, kijk, ik, kijk, ik zou dat op zich begrijpen op het moment dat je het doet bij een verdachte die op zijn zwijgrecht zit. Met deze jongen, dus die persoon van de verdachte, was gewoon zoveel aan de hand ja. uh, dat ik die. Um, die straf eisen, en ook nou ja, de, 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 de argumentatie voor die eisen, zoals ze dat hebben uitgesproken op zitting, dat ik die niet afdoende vond. Ja. En daarom heb ik een tegenvoorstel gedaan. Dus aan de rechtbanken, dat doe ik eigenlijk nooit, omdat je altijd een beetje mee moet opletten. Zodat... Een tegenvoorstel, eisen. Wat is een tegenvoorstel? Nou Toen... ja, je kan als advocaat zeggen. Uh, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, een, een, een strafvoorstel, een concreet strafvoorstel doen. Dus een tegenvoorstel. Dus, dan... dus niet zeggen je mijn cliënt uh, moet gewoon vrij, maar... Of geef me een lagere straf. Nee, dan zeg je gewoon van ja, dit zijn de feiten. Dit bekent u, dit ontkent u. Als u uh, met mij meegaat en uh, de bewezenverklaringen volgt... die ik, uh, nou ja, zoals ik het uh, aan u heb voorgelegd... dan denk ik dat een, st een, een straf passend en geboden is... Uh, van, nou ja, vier jaar waarvan één, denk voorwaardelijk, ik. Voorwaardelijk, heb ik voorgesteld. Ja, vier ja. jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk... Uh, en wel om deze redenen. En dan doe je recht aan de aard en ernst van de beweesverklaarde feiten, maar ook recht aan de persoon van de verdachte. En... Heb je dat vaker gedaan? Heb je vaker? Ja, Hij moet er altijd een beetje mee opletten. want als je een tegenvoorstel doet in zeg bijvoorbeeld uh, drie jaar en, je dus, kan en die rechtbank al twee jaar in zijn, ja. in zijn hoofd, weet je al, dan brengt ze een rechtbank op ja. ideeën. Ja. Dus dat no normaal niet. Maar ik oh, kan dat het... ziet die advocaat van die jongen wel goed, laten <laughs> ja. we maar wat meer geven. Krijg je dat? Ja, ik heb ooit uh, een OVC oh. gesprek gehoord van mijn cliënt dat. Uh, afgeluisterd. Afgeluisterd ja. gesprek in de PI. Uh, en dan vertelde ja mijn advocaat en ik hebben dit besproken en uh, ze heeft gezegd. Voor welke straf gaat er een strik omheen? Nou, toen hadden we gezegd: vier jaar. Voor vier jaar strikt eromheen niks meer aan doen. Vertelt hij dat aan zijn vriend of weet ik veel wie? Uh, vervolgens komen we op zitting en dan zie je gewoon in het dossier: ja, vier jaar, dat is voor ons prima. En uiteindelijk heeft hij ook gewoon vier jaar gekregen. En dan ga je ook niet meer tegen de rechtbank zeggen: als u hem ja. uh, wil veroordelen, geef hem dan twee jaar. Want dat is alleszins redelijk, want ja. dat, dat gesprek zit al in dat, dat dossier. Dat wil je toch? Ja. ja. <laughs> Ja, in deze zaak. Ja, ik heb uiteindelijk uh, vier jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk uh, voorgesteld. En daar is de rechtbank in meegaan. Ja, de rechtbank is eigenlijk gewoon, zoals ik het zie, met alles meegaan. Alles mee ja. ja, dus dat ook met de bewijsverwering ja. die ik heb gevoerd, hebben ze ook allemaal gevolgd. En ook, uh, dat Wat was... was het belangrijkste punt daarin? Nou, dat hij ten aanzien van versch uh, verschillende bedrijven had gezegd: uh, die heb ik, uh, heb ik niet gehackt. En daarvan zei het OM, oh, ja, we zien daartoe wel bewijs. En daarvan heb ik toen wel gezegd: van ja, jongens, het mes snijdt wat mij betreft wel echt aan twee kanten. Want jullie gebruiken enerzijds die bekennende verklaring die hij heeft afgelegd, zeggen jullie ja, dat is waar. Maar in diezelfde bekennende verklaring waar hij dingen ontkent, daarvan zeggen jullie ja, dat is niet waar. Het is dus ja. een beetje stelbreuk. Dus als je hem gelooft, geloof hem dan ook helemaal. Nou, daar is de rechtbankje mee gaan Wat ik het, nou ja, het meest blij mee was, denk ik denk verkeerde uitdrukking, maar wat ik. Uh, bijzonder vond is dat de rechtbank ook meegegaan is in het verweer ten aanzien van het witwassen. Ja. Omdat uh, ten aanzien van dat witwassen dus nog steeds wat mij betreft die berekening niet klopte en we dus die zaak niet wilden aanhouden, um, heb ik gezegd van ja, rechtbank streep uiteindelijk het geldbedrag door uh, en uh, verklaar bewezen ten aanzien van het witwassen een hoeveelheid bitcoins. Ja, en dat, dat, hebben dat hebben ze ik. uiteindelijk hebben ze dat dus ook maar gedaan. Maar ze hebben wel in de strafoverweging. Uh, uh, gezegd of geschreven dat het gaat om anderhalf miljoen. Ja. En er was volgens mij 46.000 euro aan cash aangetroffen. Ja, dus het overige ja. in uh, bitcoins. Ik had daar wel een vraag over, want ik las in het vonnis... dat Pepijn zei, chain analysis, dat is het programma waarmee justitie werkt. Dus als er cryptovaluta in beslag wordt genomen... gaan zij met een programma wat alleen de Nederlandse overheid heeft... en misschien andere overheden, maar de Nederlandse politie beschikt daarover... Uh, om te herleiden wat de herkomst is van die bitcoins, dus of ze legaal zijn gekocht, of ze illegaal zijn, of ze door die mixerprogramma's zijn gegaan, dus eigenlijk zijn witgewassen. En daarvan staat dat hij zegt: Chain Analysis is een onbetrouwbaar programma is niet het meest betrouwbare programma. Hij heeft gezegd over Chain Analysis... Uh... Hij wist het nog even beter. Ja. ja, maar dat is uiteindelijk dus ook uitgekomen. Omdat er dus naar aanleiding van zijn verklaring... 1,1 miljoen uh, eraf is gehaald. Ja. Alleen ja, het is door wel de politie een stuk vreten, die jongen. Mag maar hij wel hem, gelijk. Dus, ja. Mag ja. ik hem uitnodigen als deskundige... in, hem, in een van mijn eigen hey, strafzaken? Ja, hey, dat hey, hey. gaan we nou weer kijken. <laughs> <laughs> um, Hoe gaat het nou met Pepijn? Goed. Hij, uh, dus Zit most... hij zwaar te tuchten? Vindt hij het zwaar? Hij is uh, vol bezig nog steeds met die behandelingen. Die medicatie is aangeslagen. Hij is bezig met herstelbemiddeling. Hij is bezig met een of andere stichting die gedetineerden helpen. Uh, het om... lijkt me voor zo'n type uh, mens, voor zo'n zo jongen... lijkt me zwaar in de gevangenis. Het lijkt, lijkt, me, lijkt me heftig. Maar hij, hij houdt zich heel erg bij zichzelf. Dus dat de analytische brein van hem, dat zet hij aan het werk. Dus hij heeft net zijn diploma heeft hij gehaald. En hij zit nu weer bezig met iets met biochemie. Dus hij ja. blijft gewoon bezig. Ja. Hey, hoe kijk je nu terug op deze zaak, Tony? Ja, op een bijzondere manier. Ik vond het, een, het was een hele um, een bijzondere zaak om te doen. Um, en dan heb ik het niet zozeer over de feiten, maar meer over de persoon van de verdachte. Dus ja. het was, uh, ik heb een hele goede band met hem, dus ik kreeg ook een kerstkaartje en ik heb een bos bloemen van zijn familie en zo gehad. Dus dat. Um, ik, 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 Laat ik het zo zeggen, ik ben als mens heel blij dat ik soort van ook de ontwikkeling van hem heb zien doormaken. Dat hij zich dus nu weer gezonder is en dat hij weer met twee benen in het leven staat en dat hij heel veel te bieden ook heeft. En ik hoop ook echt dat hij die, uh, die kans met twee, uh, twee handen aangrijpt. Ik heb er echt geen enkele twijfel ook over dat hij dat zal doen. Tony Boersma, Bouter. bedankt. Dank je, geen dank. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit co-host advocaat Icy Siemen. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.